kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik in Dierenrijk, want er is weer een berberaapje geboren. Een jaar geleden in oktober maakte ik een foto van een berberaapje en filmde ik die ook in het rondje Dierenrijk. Inmiddels is er een nieuw jong geboren en kun je zien hoe schattig klein dat is en vertel ik jullie wat meer over de berberapen. Vandaag is deze kleine alweer 1 week oud, maar dat doet haar schattigheid echt niet onder. Berberapen krijgen ongeveer 1 jong per jaar en de draagtijd is ongeveer 5,5 maand. Een berberaap kan 20 tot 25 jaar oud worden. Een mannetje weegt wel 15 tot 17 kilo en een vrouwtje 10 tot 11 kilo. Wij noemen het vlooien, maar eigenlijk is het de verzorging van het vacht. En dat doen deze dieren als ze elkaar aardig vinden. Het helpt ter ontspanning, maar ze halen ook kleine beestjes bij elkaar weg. Berberapen eten bladeren, wortels, twijgen, fruit en zelfs rupsen. Maar van een beetje gras zijn ze ook niet vies. Als er een baby berberaapje wordt geboren, dan zorgt daar de hele groep voor, ook de mannetjes. Berberapen leven in groepen, meestal evenveel vrouwtjes als mannetjes. En de aantallen, dat kan verschillen, tussen de 10 en 100 verschillende berberapen. En deze kleine deugniet is de berberaap die ik vorig jaar in oktober 2017 fotografeerde toen hij 1 dag oud was. Inmiddels zie je dat hij zijn goede vacht al helemaal heeft zoals alle andere berberapen. In tegenstelling tot andere apen kunnen berberapen wel degelijk zwemmen. Ze zijn dan ook helemaal niet bang van het water. Vond je deze video nou leuk? Doe dan je duimpje omhoog en abonneer hieronder via de rode knop op mijn kanaal. En dan zie ik je snel voor weer een leuke video. Doeg!